Ik had ik soms me goed te concentreren, dan zat ik een beetje rond te kijken en dan was ik een beetje te. Je moet wel een beetje zenuwachtig zijn, dat was ik toen helemaal niet. Dus dan dacht ik van, oh, ik win toch wel of zo, zoiets. Maar dit gaf hij dus op. Maar hij kon nog steeds remise maken. Dus dat gaat er. Dus de vraag natuurlijk, hoe maak je? Hoe zorg je dat je niet zenuwachtig wordt? Want als hij bestaat, dan speel ik loper E4 aftrekavel. Dus ja, dan verliest hij of deze loper of die toren. Staat zwart hier fijn? Nee, dat echt. Oh, je hebt, ik zie nu zelfs dat ik deze kan doen. En de toren ook weer ingesloten. Toch? Ja, dat zag hij, dus hij dacht, nou, ik ga gewoon keren staan mijn koning veilig. Maar ja, welke zet zou ik hier gedaan hebben? Goeie zet. Want, die dame gaat opzij. Nu? Wat? Ja, precies. Die zet toen had ik in 11 zetten van iemand met 300 ratingpunten meer gewonnen. En wat kunnen we hiervan leren? Schaaktechnisch en misschien ook wel mentaal? Nou, misschien weten jullie dat wel. Wat moet je altijd doen als je van die kereltjes of stomers tegenkomt? Goed oppassen. Ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Oppassen of... Onderschatting. Onderschatten. Kijk, als je het in een woord weet te vangen, dan weet je ook wat er aan de hand is. En dan weet je wat je kan doen. Nou, Thomas gaat ervoor zitten. Ja, ik ga zitten. En jullie gaan nu vragen op hem afvuren. En ik schrijf het op. Pang. Kijk dat, zo schieten. Nee, dat kan ik niet. Hè? Weet je hoe je dat zoiets voor de camera even voor doet? Zo. Zo. Dan moet je veel pap eten, Brinta. En naar je moeder luisteren. Hey, dus en dan leer je dat vanzelf als je dat een jaar doet. Al dit, maar. Dat kan ik ook niet. Oké. Okay. Nou, stellen jullie maar vragen. Thomas, hoe vaak hij traint of wat hij eet of hoe wat word je goed? Ja, hij mag wel hoe word je goed? Ja, dat is wel een hele algemene vraag. Ja, maar misschien, daar kunnen we mee beginnen. Hoe kun je zorgen dat je minder zenuwen hebt? Dat doe je denk ik om gewoon te denken van ja, nou, ik heb zo meteen een partij en ik ga gewoon spelen, ik ga mijn best doen. En of ik win, verlies, remis speel, dat maken we misschien. Niet zoveel uit als ik maar gewoon mijn best doe en er plezier in heb. Dat als je alleen maar denkt van, oh ik moet winnen, dan denk je, dan ga je eerder, word je eerder zenuwachtiger en dan ga je sneller fouten maken. Dus je kan beter denk ik niet echt vol op het resultaat gaan van ik moet winnen, maar gewoon ja, plezier in hebben en ja, gewoon van leren. Kijk wat je hebt. Even als aanvulling, dat weten jullie het verschil tussen prestatie en resultaat? Zelfs de wereldkampioen, die heeft eerst honderden partijen verloren. Als je bang bent om te verliezen, ja, dan ga je krampachtig spelen, wordt het niks meer. Je moet durven fouten maken. Elke partij drie dingen leren. Ja. Moet je eens kijken hoe goed je dan wordt. Ja, klopt, ik kan beter. Maar misschien moeten we eerst weten welke trainingsonderdelen dat hij die met een paar woorden even noemt. Ja. Hé, hey, samen komen we er wel. Even kijken. Welke trainingsonderdelen? Tactiek. Ik ga ze opschrijven. Welke trainings... Trainingsonderdelen. Ja, Thomas praat sneller dan ik schrijf. Ja. Oké. Okay. Tactiek. Tactiek. Oké. Okay. Je partijen bespreken. Analyseren. Ja. Partijen analyseren. Met wie? Trainer. Trainer. Of zelf. Frits. Zelf. Niet met computer. Ja, mag wel met computer, alleen moet je het eerst zelf of met je trainer. Frits. Uit. Ja. Ja, als je elke partij met Frits analyseert, je mag niet tijdens een partij Frits erbij houden. Dus tijdens een partij moet je het ook zelf doen. Ik kan er ook niet bij houden. Ja. Wat doe je nog meer? Ja, ik doe aan openingen alleen. Als je iets van 13, 14, 15 of lager hebt, dan is dat nog niet heel erg belangrijk. Dus oh. Dat mag door zaakjes.
Ja, je kan bijvoorbeeld leuke valletjes doen of zo. Ja. Altijd leuk. Stink je er niet in, het is altijd leuk om toe te passen. Het zijn vaak hele grappige situaties. Eindspel. Eindspel? Meerspel. Ja, eindspel. Nou, dat heb ik wel gehad, geloof ik. Ja. Eindspelen. En dan eerst, zijn er nog bepaalde eindspelen die je aanbeveelt om die eerst maar eens te leren? Nou, bijvoorbeeld toren-eindspelen, om daar eens mee te beginnen. Ja, toren-eindspelen zijn een van de moeilijkste. Ja? Paarden ook. Maar eigenlijk is bijna elk eindspel wel moeilijk, behalve als je echt drie pionnen of twee pionnen voor staat. Ja, oké. Even een opmerking. Ja? Er zijn ook twee boeken, de pion en de toren. Ja. Van Afrik? Ja. Die zijn daar heeft Thomas ook veel mee getraind met Jochen en Afrik. Leuke trucjes, ja. Ja, dat is ook belangrijk. Dat zegt de grote trainer De Vretsky, die hier ook wel training heeft gegeven. De Vretsky die zegt dat het ook heel belangrijk is dat je de goede voorbeelden hebt. Want zo'n stelling, die krijg je nooit precies zo terug. Maar het soort stelling wel. Dus als je nou met goede stellingsvoorbeelden werkt, dan heb je veel in je hoofd waarop je op terug kunt grijpen. Thomas, wat doen we nog meer? Heb je wel eens een boek gelezen? Nee. Nee, nou, dat is onderwerp slaan we over. Nooit een boek gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen, maar... Nou, wat voor schaakboek beveel je hun nou aan? Nou, de pion en toren. Pion en boeken. Pion en toren. Ja. Karel, voor mij ben jij meer van de boeken. Nou, wat jullie wel krijgen in ieder geval... Ja, ik schrijf wel eens een boek. Ja, oké. Maar... jullie gaan in ieder geval, dat kan bij zelfstudie nog wel terug. Heb je wel eens van Euwe gehoord? De wereldkampioen. Die heeft allemaal boeken geschreven. Meester tegen amateur, amateur wordt meester. Nou, er zijn nog een aantal. Wat heb ik nou gedaan jaren geleden? Want zijn taalgebruik is nogal een beetje oud. En heel veel varianten, terwijl het eigenlijk om de ideeën gaat. Ik heb dat samengevat, twee van die boeken. In partijen, en toen had je nog Frits 1. En Frits 2, die versie. Nou, dat kon ik met drie regels tekst toevoegen. Dus daar heb ik dan die boeken. Dus jullie krijgen later nog een dvd'tje over deze dag. En dan zal ik die spullen bij doen. Ja, daar heb ik, toen ik ook met Karel trainde, heb ik daar ook veel in gedaan. En daar heb ik ook veel van geleerd. Dus dat is wel echt goed. Dat legt een goede positionele basis. Goed. Ja, dus de euwe partijen. 50 keer euwe, zeg maar. Analyseren. Speel je jongens partijen, is dat die stoel of is dat een ander lichaam zelf? Nee, dat is een stoel. Oh ja. Soms ook niet, toch? Ja, soms wel. Mijn zoon is de beste. Het is een boekje geschreven, heel veel mijn kindspuntjaar. Nou, wie ben ik? Ik ben psycholoog, jachtschaaktrainer en... Dat je eerder sneller van, oh ja, ik geef toch alles, dan stop ik maar met schaak. Je kan het beter uit je hoofd leren. Dus hij denkt, nou, ik vul koning B6 aan te vallen. Nou, hij speelt koning E5. En nu dreigt koning F4 en de pion komt niet meer veilig aan de overkant. Dus dat is het mieze. Dus zwart denkt, doorlopen, A3. Maar dan speelt wit koning D6.